Deze boom is op een hele traditionele manier gesnoeid. Van deze boom wordt de etagelinde gemaakt. En de bedoeling van de etagelinde is dat de takken horizontaal groeien op drie hoogtes. En je ziet dat mensen allerlei pogingen doen om die takken zo horizontaal mogelijk te maken. En dat zie je aan al die spanraden. De wortels van de oude boom waren slecht. Te slecht. En daarom is er een nieuwe boom geplant. Zo'n etagelinde, dat had een betekenis. De onderste hoogte staat dan voor het volk, de middelste voor de adellijkheid en de hoogste voor de geestelijkheid. Ken jij een etagelinde bij jou in de buurt?